via Get Croissant. Dat is een beetje het one fit voor coworking spaces. En we zijn bij de eerste coworking aangekomen. Het is echt een super mooi soort hotel lobby. Waar je dus kan werken via Get Croissant. Dus ja, super tof. Ik ben echt heel trots op ons. We hebben echt super goed gewerkt aan ons nieuwe concept. Daarover later meer. We gaan zo lekker de stad in. Goedemorgen. Vandaag is het zondag en het is tijd voor een sapje ook, maar ook voor de fietstocht van Baja Bikes op zijn Nederlands, Baja op zijn Spaans. We gaan lekker fietsen door de stad. We mogen hier niet fietsen, vandaar dat we even lopen tijdens de fietstour. Nou, Plaza Real achter mij is dus het meest populaire plein van Barcelona, vooral onder toeristen. Al komen er ook nog echt wel locals om te feesten. En er staat ook het eerste kunstwerk van Gaudi, dat zijn twee lantaarnpalen. We staan hier bij de Sagrada Familia. 1882 konden we het bouwen, nog steeds niet af. Ze hopen dat ze dus in 2028 klaar zijn. Dat is 100 jaar na de dood van Gaudi, maar zelfs dat is eigenlijk veel te snel. Dat is echt bizar. Het schijnt dat 70% van de kerk nog gebouwd moet worden. Een fonds bij Aqua en Farina. Buenos dias, Chantal. Buenos dias. Goedemorgen, we zijn bij Vaca Coworking vandaag. Super leuk om weer een coworking space te ontdekken in Barcelona en ons echt local te voelen. We zitten hier dus met allerlei andere digital nomads en mensen die hier gewoon echt wonen en werken. Dus super leuk. We gaan vandaag weer verder met de nieuwe plannen van Perker. We hebben echt super goed gewerkt weer. We hebben gewerkt aan onze doelgroep. Wie eventueel ooit in ons team kan komen en een financieel overzicht gemaakt voor PR-cursus weer. En we gaan nu heerlijk eten in Carrer de Blay. Schijnt een heel leuke straat te zijn voor pinchos. Vandaag werken we bij Co-Music Work, een andere coworking space van Get Croissant. Nou, we hebben 3 uurtjes gewerkt en we zijn er weer klaar mee. Maar vergeet niet dat we ook nog 's middags vaak even werken of 's avonds. Maar dat we natuurlijk de keuze hebben om nu al te stoppen. Want we gaan liever nog even van het zonnetje genieten nu. We zijn vanmiddag even aan het sightseeing in Elborn. We zijn nu op het randje van Elborn en de Gotische wijk. En tadaa! Kathedraal van Barcelona. We gaan even koffie drinken met Jon, die we kennen van Instagram. En dit is er dan hoor, Jon. Hallo! Wauw, kijk dan. We zijn bij de coworking space waar Jon werkt. Het heet One Cowork. En ze hebben gewoon een dakterras. Buenos dias. Donderdag alweer. En we zijn alweer bij de 5e coworking aanbeland, dat is de Coco Coffees, hier achter mij. Ik ben benieuwd wat de dag weer in petto heeft. Nou, we hebben weer een koffiedate, of misschien wordt het eigenlijk een wijndate, met Dionne uit Nederland weer. Dus ja, gaan we even lekker kletsen over het leven in Barcelona. Nou, we zijn afgereisd naar Val d'Aura om een hidden gem te bekijken die Chantal op Instagram heeft gesproken.
Goedemorgen! De laatste dag, de laatste volle dag van onze trip is aangebroken. En dat vieren wij, dat sluiten we mooi af met een ontbijtje op het strand. We hebben lekkere broodjes gehaald bij een bekend bakkertje schijnbaar. Het heet Baloir. En dat gaan wij lekker doen. We zijn op het vliegveld. De week is afgelopen. We vonden het allebei echt super geslaagd. We hebben echt veel op papier gezet voor onze nieuwe bedrijfsplannen. Echt een super leuke week gehad samen. Lekker weer gehad, lekker gegeten. Jullie hebben het allemaal gezien. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Je leest binnenkort meer op vrijemeid.nl. En hopelijk zie ik je in de volgende vlog. Adios!